Vandaag zijn we in het mooie plaatsje Hardenberg. Wij gaan hier de Hardenberg City Run lopen. Dit is 10 kilometer, 2 rondjes, dwars door de stad van Hardenberg. Ik hoor het geluid al, wij gaan erop af, want ik denk dat we daar ons startnummer wel op kunnen halen. Nou, ik heb de plek gevonden waar ik mijn startnummer op kan halen. Dus we gaan eens even kijken of ze hem hebben. Hi. Hi, nummertje 440. Rossing. 10 kilometer. De 10 kilometer gaan we doen. Mooie afstand. Hè? Heel erg benieuwd. Jan. Jan Rossing. Nou, dan wens ik jou veel succes zo. Hartstikke bedankt. Hoi. Wij hebben nummertje 440 binnen. Wij gaan hem even bevestigen. Ik zie jullie zo bij de start. Nou, we staan aan de start. We gaan nu zo beginnen. 10 kilometer, 2 rondjes dwars door Hardenberg. Geniet ervan, jongens. Ik zie jullie bij de eerste pitstop wel weer. Uw relatie. Rijtje 5 en 10 kilometer. Veel succes. Geniet ervan. Zo, wat een heerlijk peloton is hier onderweg hier voor deze 5 en ook deze 10 kilometer.
Saturday night at the arcade. Silver coins in my hand, ready to make some damage. Saturday night at the arcade. Silver coins in his hand, ready to make some damage. He wakes up, he gets drunk, and he hides at this day. He wakes up, he gets drunk, and I think
A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through.
donders wat een lekker loopje is dit, jongens. Het is, wat ik al zei, 2 rondjes van 5 kilometer. We zitten nu bijna rond de 4 kilometer. Loopt iets beter. Ik ben nog wel redelijk wat kapot, maar het loopt stukken beter dan 2 dagen geleden. Ja, soms heb je ook als loper je dag even niet. Zal toen geweest zijn. Dit gaat me iets makkelijker af. En ik zie dat jullie door de headcam heen kijken nu. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar we gaan straks weer een bruggetje over. En dan is het alweer zover. Kunnen we bezig met de tweede ronde. Dat is dus nu nog 1,2 kilometer ongeveer. En dan mogen we beginnen aan het tweede rondje van dit prachtige plaatsje Hardenberg. Nou, eventjes niet vergeten jongens, even abonneren. Like de video, druk ook even op het belletje. En wij gaan even weer verder. Ik spreek jullie wel als ik weer een beetje over de finish heen kom. Leuk om al die mensen dan zo te zien. Want hier is het een beetje rustig. Het buitenwijkje van Hardenberg. Zullen we maar zeggen. Nou, jongens, tot straks. En geniet gezellig mee van deze prachtig mooie video. I'm not afraid to die.
We hebben de eerste ronde hebben gehad en het is plots een stuk rustiger op de baan. Alle 5 kilometer zijn natuurlijk van de weg af en alleen nog maar 10 kilometer lopers. Dus iets minder druk, maar dat mag de pret niet drukken. Trouwens, vergeet even niet jongens, ik heb dinsdagavond gaan wij de muggenloop in Meppel doen. De Meppeler Muggenloop heet het, geloof ik. En die Meppeler Muggenloop, dat is 5 kilometer gaan wij doen. Gewoon een kort rondje, even naar het werk. Maar we gaan hem natuurlijk wel opnemen. Laat daar geen twijfel over bestaan. Nou, ik ga even verder. En wij zien wel even waar ik ongeveer weer een klein pitstopje ga houden. Want ik ben ervan overtuigd dat we dat wel even gaan doen. Het is nu, zitten we op. Even kijken. Nou, ik kan het even niet goed zien. Maar je moet het toch kunnen zien, jongens. Oh ja, 5,5 kilometer. Dus nog 4,5 te gaan. Nou, jongens, tot straks, hè. Wij gaan even de brug van de Vecht weer op. Jodel. Even though you wouldn't do the same, I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same, had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Having 8 in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same, I'd give you the world like I promised.
thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. Oh, baby. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got... Kijk eens, hier zat ik al even op te wachten. Het fameuze drinkpasje. Ik had hem de vorige ronde even overgeslagen. Dus we gaan het deze ronde maar eens even doen. Ah, kijk. En dan wordt mijn heerlijk bekertje drinken gebracht. Dankjewel. Oh, mee. Jongens, proost. Ja, ik heb hem even nodig. En, even een slokje. Dankjewel. Oh, wat een fans jongens. Heerlijk is dat, zo met het lopen. Ja, komt nog wat achter me aan gelukkig. Even spugen. Sorry jongens. Hier kunnen de bekertjes in. Nou, komt nog heel wat aan zie ik, dus ik ben absoluut niet de laatste. Alhoewel ik daar wel al de beruchte fietsers zie. En dan moeten we maar even verder. Maar eerste zullen wij wederom niet worden. Jongens, wij gaan verder. We zullen even een paar fans de handjes aantikken. En dan gaan we weer door. Kom maar. Yay. En door. Jodel.
Nog een kleine 2 kilometer, jongens. En dan hebben we hem alweer gehaald. We moeten straks nog even de brug weer omhoog om de Vecht over te gaan. En dan gaan we het prachtige, ik weet niet eens of Hardenberg een dorp of stad is, maar laten we het zo zeggen, dan gaan we het prachtige Hardenberg weer in het centrum. En zullen wij warm onthaald worden met een mooie medaille. En vandaag, zoals het normaal altijd traditie was, hebben wij natuurlijk weer een speciaal biertje meegekregen. Welke dit zal worden, weten wij natuurlijk pas straks bij het eind. En ik moet zeggen, ik heb er zeer veel zin in. Die paar slokjes water hebben mij goed gedaan net, maar ja, er mogen ook wel wat suikers in. Nou, dat zal ik straks allemaal van kunnen genieten. Eerst nog eventjes 1,7 kilometer rennen. Nou, dat gaan we bij deze maar even doen. Ach jongens, moet je kijken. Onderweg viel mij de eerste keer niet eens op. We hebben ook nog een paar prachtige diertjes hier. Kijk maar even mee op de headcam. Kan je even lekker van genieten. Nou, zullen we denken, wat doet die gekke loper hier? Ja, die snapt het niet, hè? Nee. Nou, het is een prachtig leuk uitzicht. Wij gaan verder, jongens. En wij zien elkaar waarschijnlijk bij de finish wel. Of er moet wel gigantisch wat misgaan. Nou, ik zeg, zoals altijd, yo, dol!
Nou, nu ook al een stukje nog, jongens. Bijna gehaald. Nog 150 meter. En dan zijn we er bij de finish. Geniet maar even mee van het allerlaatste stukje, jongens. Nou, bijna gehaald. Bijna over de finish. Het mooie Emmen. Dan gaan we dan met een camera op je hoofd. En gehaald. Yes. De Hardenberg City Run 2023. Gehaald, jongens. En wij gaan nu naar de afsluiting. Yo. Dat was hem alweer, de Hardenberg City Run 2023. 10 kilometer, net iets boven een uur en 30 seconden geloof ik. Nou ja, het ging in ieder geval hartstikke lekker en ietsjes beter dan 2 dagen terug. Want in Nieuwe Horne was ik niet helemaal fit geloof ik. De hartslag ging daar behoorlijk de lucht in. Nou, ja, er waren hier ook gigantisch veel supporters. Misschien dat dat mij over de streep heen trok. Dan ja, allemaal leuke terrasjes gevuld met bierdrinkende mensen die echt jam. Nou, ik vond het prachtig. Ik vind dit soort loopjes vind ik heel leuk. En ik ga deze soort loopjes ook weer wat meer doen. We krijgen nog de TT City Run. We krijgen nog de Maple City Run. Maar eerst gaan wij dinsdagavond richting de Mappeler Muggenloop. Ik ben heel benieuwd hoe die loop is en hoe die loop gaat. Dit is ook maar 5 kilometer. Even weer een keer een kort videootje. Vergeet niet eventjes abonneren, like de video en druk op dat mooie belletje. En dan ga je nog veel meer van deze prachtige video's zien. Nou, ik heb berendorst gekregen en ik heb ook hartstikke zin in het lekkere speciaal biertje. Maar wat is ons meegenomen? Nou, hier hebben we hem. Ik weet niet of het veel goeds voorspelt. Maar dit is de reizende draak. De reizende draak, jongens. Eventjes kijken. De reizende draak is een werelds bokbier. Vol moutig met tonen van karamel, lichtgebrande mout. Het was speciaal gebrouwen voor het China Lights Festival in Emmen. Nou, moet je nou eens even kijken. De reizende draak, een biertje dat speciaal voor een leuk festival in Emmen wordt gebrouwen. Het dingetje is 7%, valt nog mee. Wij gaan hem eens even openplappen en wij gaan eens even kijken hoe die smaakt. Jongens, proost! Ja, dit is een lekker vol hoppig biertje. Ik proef de karamel ook een beetje. Nou, ik moet zeggen, voor Emmense begrippen is dit een heerlijk biertje. Onthoud hem, jongens, de reizende draak. Nou, wij gaan hier even heerlijk van genieten. Ik zeg tegen jullie, jongens, geniet nog even van het weekend. Geniet van de week en geniet van het leven. En tot de volgende Rosso's Running Channel. Proost!